All right, next up is bib number 54 from the Netherlands. Christian van der Kluister. Het maakt me zeker wel ontspannen als ik aan het skiën ben. Daarnaast krijg je natuurlijk de rush en de adrenaline van het hard gaan, van je snelheid. Clean skiing, good run, nice smooth style. Springen over schansen, dat geeft gewoon een enorme kick. De tienhoofdse Kees-Jan was altijd al in de sneeuw bezig. Elk jaar ging hij wel een weekje borden in de bergen. Totdat hij in 2001 verlamd raakte bij een snowboardongeluk. Hij raakte vanaf zijn middel verlamd en moest zijn passie op een andere manier uitoefenen. Ik bouw eigenlijk zelden van dat ik dingen niet meer kan. Ik zeg altijd, als je daaraan moet gaan denken wat je allemaal niet kan, daar word je doodongelukkig van. Ook na het ongeluk zag ik dat er een heleboel mogelijkheden waren. En wat voor vorm en wat voor niveau je daarin kon halen, dat was voor mij op dat moment niet belangrijk. In 2003 begonnen met sitskiën. Eerst gewoon recreatief. Ik ben een paar keer op vakantie geweest. En toen bleek dat ik wat aanleg had. Heb ik me aangemeld bij de Nederlandse skivereniging. En zo ben ik eigenlijk in het Nederlands team gerold. Vanaf dat moment gaat het eigenlijk alleen maar bergopwaarts met Kees-Jan. Inmiddels sitskiet hij ruim 10 jaar, deed hij al mee in Vancouver en won verschillende World Cups. Hij is dan ook vaak in de bergen te vinden. Ik train met de Nederlandse selectie en dat is het Nederlands aangepast skiteam. Ik ben ongeveer een week of 16 tot 20 per jaar onderweg. En dan heb je het echt over sneeuwweken. En als ik thuis ben, dan doe ik nog veel aan krachttraining en conditietraining. Al die trainingen zijn op dit moment gericht op één doel, Sochi. Nu voor Sochi wil ik eigenlijk gewoon laten zien naar Nederland. Hè? Want nu kijkt iedereen wat je doet. En wil ik gewoon proberen een medaille in de wacht te slepen. Het niveau is behoorlijk hoog. En er zijn echt wel een tiental jongens die echt wel kans maken om goud te winnen. Als ik een medaille win, dan is het mooi. Dat is geweldig. Dat zou een enorme beloning zijn op alle energie die ik erin gestopt heb. En dat is het doel waar we voor gaan.